Maar ik dacht die wolken, die katten en honden, zo vliegen ze al koor achterna als ze vonden. Door namer is eindelijk de strietmat beslecht. Nou ja, het is de wit, maar dat komt wel terecht. Verbaatje is slim en als scholen, maar dikke. Wie zegt nou wit, zwien en mie rups en mie zikke. In het piepkleine huisje van de dagloner Bartels wonen vader en moeder Bartels en hun tot nu toe 8 kinderen. Lamgien, Gert, Arie, Bartje, Riekie, Jan, Geertje en het pasgeboren popje. Ons verhaal gaat over Bartje. Een glupertie, zegt zijn moeder. Malle jong, wat laat je mensen toch schrikken? Maar dat is eigenlijk meer een compliment dan een belediging. Want het betekent een slimmertje dat precies weet hoe het met grote mensen moet omgaan om zijn zin te krijgen. Ach, lelijkert. Zijn beste vriend is zijn vader, die hier iedere dag een eindje wegbrengt naar de grote boerderij van Boender, waar vader werkt van 6:00 tot 6:00 voor 12 gulden in de week. Ja, dat is heel gemakkelijk. Dan is er Hendrik Jan, de stroper. Maar daar mag Bartje eigenlijk geen vriend mee zijn. Want stropen is een soort stelen. Ah, dat liep maar zo. En ik Jan is wel al 100 keer vallen in zijn leven. En Dirk met de helm. Dat is de eigenaar van het huisje. 1 gulden in de week huur. Dirk kan een beetje in de toekomst kijken. Hij kent alle geheimen van de natuur. Daarom is de natuur en alles wat er leeft eigenlijk Bartjes vertrouwdste vriendin. De geit en de stekeltjes en de lieve heerbeestjes. Want van de grote mensen kan je bijna niemand vertrouwen. Zelfs je eigen va en moe niet. Bartje zal nooit vergeten dat Moe hem een prakje koolraap van de vorige dag had beloofd. Zodat hij die verschrikkelijke bruine bonen niet hoefde te eten. Het is goed, Moe. Maar toen het zover was, kreeg hij toch een grote schep bruine bonen. En hij moest er nog voor bidden ook. Nou, dat heeft hij niet gedaan. En toen hebben ze hem voor straf buiten de deur gezet. En zoek maar een andere va en moe. Wie prijkt me, wie prijkt je, wie belooft? Niks beloofd, dacht je dat ik tien had een praatjes op te warm. Toen is Bartje heel ver weggelopen. Hij wou naar Assen, waar zijn zusje Lamme geen dienstmeisje is. En als ome Ko, de houthakker, hem toen niet een stuk brood gegeven had, nou dan was hij zeker verhongerd. Op, wie die van? Zo, Bartje, ik ken mij toch wel. Hey, ben je ome Kool? Toen is de verloren zoon toch maar teruggegaan naar Va. En weet je wat? Va stond alles lachend te vertellen aan vrouw Boender. Net of het allemaal maar een grap geweest was. Daarom kan je grote mensen nooit vertrouwen. Ja, man, kleine potten wat groot. En grootst wat de luimbos. En vandaag is het helemaal bar. Want vandaag is het gedaan met de vrijheid. Vandaag gaat Bartje voor het eerst naar school. Ik wil niet naar school. En toch gaat het gebeuren. Bartje? Ja, moe? Trek aan. En onthoud goed dat je, Paggy, dat ik me daar het bloed veranderde nagelzoetwoud heb. Het zal je helpen de zuinig op te wezen. Mag ik daarmee barsten, hoor? Ben je niet wies, jong? Met hem voor gaat de barstrak, moeder, en anders niet. Het heeft altijd zo geweest. Maar ik heb zo verdeeld benauwd. En mijn barstrak is toch kapot. Dat geeft niks. Met uw bestoen die erover ziet er niks van. Nou. Wat zeg je nou?
Het is een beetje groot. Dat geeft ook niks. Beter te groot als te klein. Over een jongen ben je er wel ingeruid. Het is mooi, het is een goede mannenpak. Het roept nog lekker ook. Het stinkt. Texel zei, jong, waar je wijst ben je stil aan? Schaam je je eigenlijk niet? Ik ben Bartje niet meer. Ik wil mijn kieltje aan. Ik wil... Een burgemeester. Is die al beknepen, Bartje? Gevot jij grote slief, de kamer roet. En Ricky, ga eens kijken waar onze gek blijft. Bartje, sta niet zo onwies te kieken. Is dat nou de dank voor al mijn gesloven? Kijk eens aan, prachtig. Het zit als gegeurd, niet lijkt van boerenzeun. Nou, nog even gaat in uw zak staan. Leg je voet maar even in mijn schoot. Je kunt toch wel zo lang op je been staan? En anders dan leun je maar op Jan. Ja. Die is stevig genoeg. De mensen zullen niet kunnen zeggen dat mijn kinder niet knap voor een dag komt. Al kost het mij een stuk van mijn leven. En denk er een beetje, de wijze die wil je uithuren, hè? Vooral zo'n lieve wie ze school, juffrouw. Maar die mocht er niks vertellen. We zijn bijna dicht. Van alles wat hier in Hoes gebeurt, er ging geen mens wat aan. We zijn bijna dicht, hè? Of je vader veel verdient. Of de honden goed legt en wat zwien kost heeft, er ging geen mens wat aan. En als ze je wat vraagt, dan zeg je overal maar op. Ik kwit niet. Heb je dat goed begrepen? Ja. Over ons hoes en over ons volk mag je niks zeggen. En ten grote lu is zwingen ja knippen. Zeg dat goed onthouden? Ik zeg niks. Mooi zo. Dan ben je een flinke vent. Zo. Klaar. Klaar. Nou nog even de stafkamp. Maar als de kap schoon is, dan blijft liever het vanzelf. Wat doe je er bij je neer? Zoveel te beter. Kom ik weer kijken. Nog een keer opstaan. Zo. Maar de luus is schiefloop. Wup is niet zo slim, maar langzaamaan, daar rekt niet op. Zal je hem kijken? En nog een keer. Auw! Ja, er zit er toch nog een. Ja. Zie je dat? Ja. Klein beetje. Mm-hmm. Nog een keer. Nog een. Ik krijg een hele kop op. Ja, het is beter dat je moeder de tijd en de luizen het doet. Dat kan mijn mama ook wel met dit kammetje. Nou, doet ze weer zonder. Het is tijd, je mag de eerste dag niet laat komen. Ja, je hebt gelijk, vooruit, Samor. Dus wat je weet, hè? Zwien en ja knippen. En goed doe bij toen op de school, dat hij geen straf kreeg. Kijk eens aan, wat blijft dat je? Ja, dat volgt. Zo'n klein park in eens naar de grote school. Kom, wat geef mijn hand. Dat kan best wel eens. Doe als hij zegt, dan lieg je niet. Nou kan ik niet meer terug. Nou is er niks meer aan te doen. 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4 en 3 en 3 is 5 of 6. Als de vreemde meester vraagt en ik weet niet. Moe heeft zegt, zwiegen en jakening. En als je wat vraagt, zeg je maar, ik weet niet. Hoeveel is 3 en 3? Gert, hoeveel is 3 en 3? 7, dat weet ik toch wel. 7. In de sloot staan. Je moet nou die geit verplaatsen.
kan nooit goed gaan zonder mij. Spiet me mensen, maar wat jij vriend ziet meer. Je zult alleen moeten rennen. Ah, Willem, heb je vader die zwienenbos verkopen, Ken? Twee vetten, dat moet er in het hospitaal leggen. Twee films op de patat, niet te rik. En mijn moeder mag niks eten, alleen een beetje sugarwater. Is dat je broer? Ja, dat is Bart. Die kat in zijn broek van angst. Niet die zien muffilm. Zeg, heb je onder wel gedacht een plankje in je broek te stoppen? Plankje? Voor? Voor als de hoofdmeester binnenkomt. Je hebt een goede hand voor sla, man. Nou, dan zeg ik toch lekker ding mee voor. Heb je dat gehoord, hè? Van Jan van Orde Mouw, wat dan? Jans, heb de meester aan de appel zitten. De meester hebben ze wel. Nou, jong, ik kreeg aan de rest op school een maand voor de brussen. Van je flik vlak Vlaanderen. Van die ene kadet die verdaanen. En dan laat wie ze de kop toe. Verleden een paar uur had ik nog een broer langs gevoerd. Met de melkbakken. Die met Jans naar de meester. Die is bijna een kop groter dan de meester. Hij zegt, dan moet die mij eens durven flikken, meester. Dat hij me net zo klap aan de kop geeft als je mijn broer die ook gedaan hebt. Dat is goed, jong, zegt de meester. En ik geef die vent een afsalamander met de vlakke hand. Dat hij zo de deur uittalen. Man, man, wat hebben we lachen. Dus ik ben gewaarschouwd, Bartje. Nog, die vrouw is toch veel sterker. Schreeuwers. Dag Ed, is dat je kleine broertje? Ja, zeg maar dag Annegien. Annegien van Eerstmans, die kijkt toch wel? Ik zeg dan niks. Op mij krijgt ze geen woord. Ik ben nog een beetje vreemd voor, maar het bent nog wel. Juf, juf, maak de schrift van mijn deel. Nou zou je het hem. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Wat de heks, met de blote nek. Gaan jullie nu maar netjes naar binnen en de kleintjes vooraan. Dat is mijn broer, die Bart, juffrouw. Geef die juf mijn hand. Dag juf. Dag Ed. Zo, ben jij nog Bart? Geef me de pet maar. De jas. Zo, en dan zullen we eens een mooi plaatsje voor je opzoeken. Helemaal vooraan. Het is een deftig mens. Het is een kat me dan met een blote hals in de ketting. Ga daar maar zitten. Naast Leuke. Ze propt net als lam heen, als die de mevrouw in naast na doet. Ze lacht. Ze lacht net als Ricky. Een groot mens, dat lacht als een pork. Dat kan niet goed lezen. Ik zou bang moeten oppassen, jong. Even kijken, daar is een plaatje voor jou. Ga maar zitten, ja? Het is te laat, hoor ze met slaat. Ik wacht maar eventjes. Is het daar nou afgelopen achteraan? Zo, we hebben vandaag een paar nieuwe kindertjes erbij. En daarom gaan we maar een heel mooi liedje zingen. Op bergen en in dalen. De grote van jullie die kennen het vast en zeker wel. Ik ook, juf. Mijn moeder zingt altijd. Kent ook, maar ga je niet zingen tussen al de vreemde volk. Mag ik meezingen? Zo, daar gaan we dan. 1, 2, 3. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Overal is God, waar wij ook immer waren, op zuchten. Da-
met die puttige nagels. O Heer, geef ons de kracht het zoekend hart te leiden tot een vader. En ons te sterken in onze kleine moed en een armen van geest te verrijken in God en zijn heerlijkheid. Amen. Amen. Ik lach gek. Goed zo, Bartje. Ik zou niet weten waarom op de grote daar moeten lachen. Denk ze dat ik me voor het roes loof? Anders vertel ik geen verhaaltje. Maar toen al je van zwankelijk aan. Deze van de wonderbare bruiloft. Nee, van David en Oliegat. Dat is Harm van Bokrom. Is dat gelukkig? Nee, van Goliath en David bedoelen jullie natuurlijk. Nee, vandaag ga ik een verhaaltje vertellen van een zoon die wegliep van huis. Van de verloren zoon. Maar dan moeten jullie wel allemaal heel goed luisteren. Dan kun je thuis navertellen. Er was eens, heel, heel lang geleden, een rijke edelman met twee zoons. De ene zoon was vlijtig en gehoorzaam. Een vreugde voor zijn ouders. Maar de andere wilde zijn vader niet dienen. Hij bracht zijn dagen door in ledigheid. En op zekere dag zei hij tegen zijn vader: Vader, geef mij mijn erfdeel, want ik wil de wereld intrekken. En de vader gaf hem de helft van alles wat hij bezat aan goud en zilver. En de zoon kocht de mooiste kleren en juwelen, besteeg zijn vaders beste en edelste kameel en trok naar verre landen, waar hij met zijn vrienden een verkwistend leven leidde, grote feesten aanrichtte en Gods geboden overtrad. Het zal op de boerderij van jouw kanswest wezen. Dat is het mooiste hoes van het hele land. En die zoon, die onder assen, toch niet lang ging maar zo vreunen. En toch ging hij eerst op die witte arun van u voor. Dat is nu de beste, Mecklenburg. En hij had ook een zak voor iets dals gekregen van die oude kans. En hij had zijn zonnelse pak aan terug. Tegen zijn broer en tegen zijn knecht zei je: maak je eng maar klon, ik ben zo gek niet. Een schuppen is een mooi ding, maar voor mij is niks. Ik ga naar de grote wereld en ik kom nooit weer om. Kijk, door Gide, in galop. Toen ging een feest vieren en soep met zijn kameraden. Koek en vlees en krentenstoet en drap. En toen hij niets van de zetten op. Toen moest ze waken, maar er was geen waak. En die kreeg ook geen cent van de steun. En toen, heel ver weg, nog voorbij assen, zei een boer tegen hem: hij kunt wel op de zwinnen passen, dat ze de eerappels niet opvreten. Want de zwinnen lopen door zomaar vrij rond. Daarom kreeg ik toen spiet van alles in het dag. Ik was afgelikkerd. Ik zal weer omgaan. En dat deed je. Je had die zin op zijn pak al verkocht. Je liep in een gescheurde kiep en ze klompen van het bassen. Langs het aardmoes kwamen. En langs ome Kool. En die gaf een stuk brood en een slok koffie. Je
kakte in de box van angst. Maar niet daar. Ik kreeg vast en zeker met een klauwaas. Maar nee, ze voor een moe stond in de deur van Toes op hem te wachten. Ze sleunde arms om zijn hals en gaf me een dikke smok. Ze jakten allebei. En toen werd de tof op prachtig dek. Toen kwam ze voor en gaf hem een prachtig gouden loosje. En toen kwam ze moe met een zilveren schaal vol met gebrande kippetjes en vruchtjes en zilveren messies prikt. Maar Gert en Arie waren hartstikke nederig. Die zijn, die ging maar stiekem op reis een feest te vieren. En als ze weer rondkom, is het toch weer van zijn lieveling. Toen zei die vrouw, ik ben blij met één zoon die niet goed oppast heeft. En weer hem komt, dan met 10 zoon altijd goed oppast. En hoe denken jullie dat die paarden heten? Dat mag, eens kijken, dat mag Bartje zeggen. Nou Bartje, en hoe denk jij dat die vader heette? Albert Bartels, juf. Stil jullie. Nee, ik bedoel niet jouw vader. Ik bedoel onze vader. Hoe heet die? Annegien dan? De Heer God die alles hoort en alles ziet. Ja, dat is heel goed, Annegien. En nu gaan de kleintjes een tekening maken van de verloren zoon. Ik heb niks moeten zeggen. Zweren en jokken. Of als het niet anders kan, alleen maar ik weet niet. Je moet oppassen met mees. Die mogen gaan rekenen. Hij denkt dat ze vriendelijk is. Maar het is net een kat. Spin, kopjes geven. En in één slaag ze de clown al uit. Dat vond de Heere God wist ik al aan. Maar je vrouw was ook oordig toen ik huurde tegen weg was. Maar God is natuurlijk veel oordiger. Maar die heeft toch niet de hele dag sloot nu dien. En mes te kruien. Zoiets me niet denk. God lijkt een beetje op dek met de helm en op oma Kool. Hij is heel oud, maar heeft oom die alle kanten op kunnen kijken, tot in Holland toe. Geen gewone mens nog, maar zo. Zoals je in de sloot kijkt en dwars door de steekjes heen, zie je toch de wouw en de blauwe lucht. Dat kan God. En nog veel meer. Allemaal een beetje stil, anders kan je niet werken. Hou jij toch eens op met het geklets. Doe je het thuis ook altijd? Heb je thuis ook altijd het hoogste woord? Denk erom, en dan hoor ik je niet weer. Kattenkop, lelijke kattenkop. En wat is er met jou? Ik kan die sommen niet. Heb ik ze al 100 keer uitgelegd. Waar zit je toch altijd met je gedachten? Ik moet nog ook nog voor de kleintjes zorgen. En... Jij daar? Hoeveel is 26 en 7? Veel. Verschrikkelijk veel. Niet op je vingers. Dat doe je toch niet? Ik weet ervoor niet eens weet hoeveel. Hoeveel is het? 32, juf. Nee, 33. Oh, te goed. Ik ga nooit weten. En nu heb ik geen tijd meer. Kie, nou lacht ze weer. De heksen. Dan gaan wij eens een gezellig babbeltje maken. En hoe vinden jullie het hier op school? En hoe vonden jullie het verhaal van de verloren zoon? Mooi, hè? En kijk eens wat voor mooie prenten we aan de muur hebben. Kijk, dat is nou een boerderij. Zeg, hebben jullie ook geiten? Heeft er niemand van jullie geiten? Juf, we hebben varkens met een grap op de neus. En weet je ook waarvoor dat is? Dan kunnen ze niet in de grond voeten.
Mijn moeder heeft een nieuwe mantel, juf. Hij kost 8,50 euro. Zo, dan draagt ze die zeker alleen maar zondags. Wij hebben 3 jonge stukken, juf. Juf, ik heb 2 broertjes tegelijk gekregen. Niet allemaal tegelijk. En netjes gaan zitten. En kijk eens hoe netjes die Patje met zijn armen over elkaar zit. Geweldig. Zeg, kunnen jullie dat ook? Zeg, Bart. Met hoeveel zijn jullie thuis? Kom, vertel eens. Hoeveel broertjes en zusjes heb je thuis, Bart? Gert en Arie en Bartje en wie nog meer? Ik weet niet. Wie weet het nou niet? Wie weet nou niet hoeveel broertjes en zusjes of die heeft? Mag ik het zeggen, juf? Ik weet het. Bart, vertel eens. Hebben jullie ook varkens thuis? Eentje maar. Stil, jullie. Nou? Ik weet niet. Dat maak je mij niet wijs. Je bent toch een grote jongen? Nee. Nou, dat weet ik wel beter. Of vind je het soms hier niet fijn op school? Ja? Toch wel fijn? Oh, maar dan worden wij wel gauw de beste maatjes. En nu gaan we met z'n allen een heel mooi liedje zingen. Het peert van onder Loekje. Zie de leningen. De aard en alles wat ze geeft. Nou, goed dan. Kennen jullie dat allemaal? Ja. Goed, daar gaan we dan. 1, 2. De aard en alles wat zij geeft. Met al wat zich beweegt en leeft. Zijn nuttig eigendom des Heeren. Hij is en haren op de stond. Op ongemeten zegen grond. Doorsneden met rivieren en meren. En vrouw Hesbra het neemt op en die heeft een krommak voor 8,5 hulp. Het is zonde. Ze waren hier weekloon. Wat doet een meest van? En door Arnhem is dronken toeskomen, toen hebben we wel vrouw Jan. Grietie? Ja, Grietie, wie anders? Nou, eet nou maar eens. En bij Douwens hebben ze 3 jongens zitten voor de mest. En ik meen dat ze verkopen wilden. Ja, dat wil je eerst. Maar nu hebben ze besloten voor de mest te halen. En bij Rosing is het tweeling weg, de 2 ooien voor te glie. Dat wist ik al van op het jobben. Maar die heb goed oplet, dat is vast. Is het juffrouw Arnhem? Maar ik kan wel met haar afschieten. Dat was een beetje te deftig. Allemaal kolen kaart. Vrouw van 6, maar die hebben van angst binnen de Brits. Ja, ja. Als hij wat zeggen wil, zegt het dan in 1 keer een kat niet over je tong, Arie. Hoe vaak moet je dat zeggen, man? Onze Bart die redt zich wel op de school. Vooral dat Arie zo goed was. Altijd dikke. En dan komt van al de banning een bolkalf. Een bolkalf? Maar over hoe zo heb je toch niks uitlaten, wel? Nee, het soort mekkressen geworden. Ik ben door gek. Dan ben je een flinke jong. Dada. Mag ik ook nog baby? Ik niet. Badje met warken. Ik ben nog maar een pork. Mag ik straks de pan in het? Nee, dat ben ik best. Het lijst is voor je vaar. Kom, maar, dan gaan we weer. Mooi! Naar de scholen natuurlijk. Dat verdomme is niet. Misschien wel gewoon weer. Vindt dit? Verdult dat maak ik dit. En mensen die voor zijn plezier in de wereld werken, moet die. Oh, je bent echt een appelboom, bruh. Dat kan wachten. Dat kan wachten. Vanaf vandaag hier de scholen voor. Begrepen? Dan laat je de hele kom maar in handen. Dat gaat wel voor. Doe als je zegt. Dan lieg je niet. Kleine miegammel. Zo, en dan zal ik nu de namen oplezen van de nieuwe kinderen. En wie zijn naam hoort, die steekt zijn vinger op. En wie er niet is, die moet het zeggen. Dat is een grapje van de meester. Zeker de laatste toets op de klink van de deur na. Harmke Arendse. Ja, meester. Alleen de vinger opsteken, Harmke, weet je wel. Jan Baas. Ben jij dat? Mooi zo. Bartje Bartels. Dat ben ik. Kijk daar, juf. Ik kijk de verkeerde kaarthoed. Dit is Bartje, meester. Zo, kleine aardappel. Ik had je nog niet gezien. Dus jij bent er eentje van Bartels. Ben jij soms een broertje van Lammegien? Wat heeft dat er met de man?
Ik ben ook broer van Ger en Arie. Hij is al een beetje verlegen, meester. Maar het komt wel goed, hè, Bart? Zo, zo. Waar is Lammergien tegenwoordig? Thuis? Ik weet niet. De twee woorden spreken tegen de meester, Bart. Of werkt ze ergens? Mag ik jullie iets net aan? Ik weet niet. Is ze niet in een dienstje in Assen? Misschien. Die Lammergien, dat is dat meisje wat destijds die geschiedenis... Wat zal het toch weten met Lammergien? Altijd als de mens tover Lammergien en begonnen te flusteren. Berendje de Vries. Roelof Niemeyer. Hendrik Waring. Als ze toes komt, wordt ze oetsel door het vlak van het armoes. Dit is iets van toen ze nog op de school ging. Arie zegt dat de meester van toen vuiligheid heeft doorbeden. Maar wat? Jantje niet deze meester. Het is een andere. In Noord-Holland. Is toen met 10 weggegaan. En er is toen een politievent toes geweest. Een hoge oetassen. Egbert Veenstra. Teunis Schuring. Zo, kinderen. En nu doen jullie maar goed je best. Dag, kinderen. Dag, meester. Kijk die juf nog stiekem door. Kattenkop. Hij weet niet van tevoren of ze ei wil of kram. Oh, het was hij. Weet je wat ik denk? Dat ze vreemd al heeft. Net zoals Lammergien nou deed met hamfers van Eliante. Mens, wat doe je nou? Is een boom op mijn lees in? Zo kan het niet wagen. Hort. Zal ik er eens met mijn griffel in de achterste brengen? Was even lekker oude knooien. Lekker fris. Ze kijkt zo zip, zoals ze verdriet hem. Die meester lijkt me ook geen gemakkelijke. Misschien heeft hij de weekloon in handen. Kom mens, ik meet goed met je. Wat heb je daar getekend? Is dat een schaap? Wel nee mens, dat is Piet van de Vlonde Zeun. Mooi, doe dan maar goed je best. Hij ziet zo rood. Heb je verdriet? Laat je me niet verstrekt maken, maar ik vind het ook een nare kerel. Wat zeg je daar? Wie is een nare kerel? Die er niet wegging, de hoofdmeester. Foei toch, schaam je niet, brutale aap. Kom jij maar eens mee, dan ga jij maar eens erachteraan zitten. En jij de vooraan. Zo, en dan kun je straks naar school blijven. En nu hoor ik niets meer. Stil jullie allemaal. Doorwerken. Tekenen en de mond dicht. En ga jij maar eens een beetje schrijven. Net zulke streepjes maken als ik gedaan heb. Hier, alsjeblieft, een schone lijn. Net wat Dek met de helm zegt. Moeras, bloemig is boom op. En steken de modder eronder. Vuit wiet, even zo. Mens, gooi je griffel naar de kop. Smiet de boel erbij neer. Verdulde kak, madame. Bartje, doorwerken. Ja, ik werk wel voor je. Lelijke vlodder, madame. Met je lelijke hoor. En ik snip geen wel van het armoes. Boe, lelijk wief. Streepjes in en een uurtje schriem. Eerste dag als schoolbliem. Allemaal rustig blijven en je mondjes dicht. Zo, nu eerst de kleintjes. Netjes op rij en je werkjes hier maar in leven. Dagje. Dagje. Dag, tot morgen. Dagje. Tot morgen. En nu de grote. Jullie weten wel hoe het hoort, hè? Nou, mooi. Tot morgen. Dag. Dag Jan.
Zult gij het in Arie op mij wachten? Vast niet. Die gaat me roos om te vertellen dat ik de eerste dag al schoon moet blijven. Dat krijg ik nog met de klabassen ook. Kie, nog iets minder de dag de hoor zitten kan. En niet met de lozen kan. En dan maar met de zak spelen naar het eng zitten kie. Kijk de moois er niet af, mes. Veel is toch al niet. Misschien als ik bid tot de liveer, dat die mij weer redt. Toen met dat brood met ome Ko, heeft God ook zien best over mij. O heer, ik ben partje en moet nog meer rups. Dus als hij die hebt, doe het dan met aan. Amen. De hofmeester? Nee, het is een andere juf. Zeker die van Arisinklaas. Zo, jongeman, wat heb jij op je geweten? Zweet naar jou, nee. Brutaal om je te helpen, mes. Mooi is dat. Ja, dat is eentje van Bartels. Een broertje van die Lammerging. Weet je wel? Weer Lammerging. Wie is er nou brutaal, mes? Ik of Lammerging? Kijk, altijd hetzelfde. Eerst nederig weer. En dan drum lachen. Ja, weet je. Je mag niet flusten. Stikmut. Dat geeft geen pas, zeg Mo. Kind, je bent niet wijs. Jij ook altijd met je vrijers. Dat kan zo'n kind toch niet weten. Kijk hem daar nou toch zitten met zijn lekkere blonde toet. Zitte broodjes, dat ken ik wel. We gaan hem toch met de bus naar Assen? Nou oppassen. Je hebt het toch niet zo gemeend, hè? Flikvloin. Zou je het nou nooit weer doen? Nee, juf. En zal je morgen goed je best doen op school? Ja? Ja, juf. En morgenochtend met schone handen en keurige nagels op school komen? Ja, juf. Goed, dan mag je morgen weer vooraan zitten. En omdat je zo netjes geschreven hebt, krijg jij een schrift van mij. Kijk eens. En? Een potlood. Dank God dat hij één tijd aan mij besteed hebt. En wat zeg je nou? Dat is tenminste waar. Hang nou de jas maar eens aan de kastendeur. Heb jij dan? Ja, nou ik dan. En vertel me nou maar eens waar je zo laat wegkomt, want de school is al meer dan een uur uit. Het is een grote schande de eerste dag, de beste. Ah, grote visneus, hé. Bemoei je met je heen, zo. Kijk eens, moe. Kijk eens waar ik kregen heb. De schrift en dit. Oh, mijn kind. Heb je dat van de juffrouw kregen? Ze zei, Bartje Bartels, wil je wel zo vriendelijk zijn om te blijven, maar dan moet je springen. En toen kwam ze bij me en ze ruikt naar de klonje, moe. Verschrikkelijk. En ze kapt haar hoorn, min op de dag. En toen kreeg ik dit. En, oh ja! Nou, maar dan ben ik trots op je, mijn jong. Dan krijg je straks een schepje suiker op je brood, hè? Wat doe je mee nou? Leg gewoon in het mes, moet je in de vingers snien? Om je nagels schoonmaken, heb je zelf gezegd. Niks ervan. Heb je nog ooit eerder gehoord van nagels schoonmaken? De juffrouw is niet vies. En de complimenten van mij. Kom maar, niet te
huis en bedden. Er zijn veel spiekerie. Ah, Batje, wat ben je aan het doen? Ga lammigen, ben je er alweer? Ja, en ik heb me direct maar in mijn omkleden, anders wordt vader ik kwaad dat ik in die stadse kleren loop. Wat doe je? Spiekerie, hoor. Om je nagels op te putten, dat heb ik de juf beloofd. Oh, dat is waar. Ik ben vandaag voor eerst naar de school geweest. Hoe was het? Ik kan je ooit weer ingaan. Maar moet niet ik vijf moe zeggen, hoor. Vond het niet prettig, dan? Nee, de hele dag er even zitten. En dan om ze schreeuwen. En hier is niks. En de nieuwe meester? De hoofdmeester, Jet van Derp. Ja. Ach, kom hier, dan zeg je naam, chauffeur. Steun de huurtje tegen en gaat met de juf. Oh ja, waarover dan? Over je, geloof ik. Over mij? Ja, en dan ging ze weer staan smoesend sam. En lang. Over mij? Zeker wel. Die twee vrienden aan. Jong, klets niet. Ik weet niet eens waarof dat is. Ik heb toch zo zien. Lijst toen die rekenboekje vergeten aan. Ze steunen Timmerkan aan. Bukabuk, zo. Ach, ze zal veel te in de ogen gaan te hebben. Dan gaan we maar gauw naar binnen en zeg meteen moet dat ik te weer ben. Als denk ze ook nog dat ik te laat ben. Ik heb toch lekker zo zien. Au, hij doet me pijn. Ach, ik zal maar vroeg wel doen met een borsteltje. Kijk, zo moet ween. Ah, die van de juffrouw bent veel mooier, die glim. Is vrij niet helemaal kraast, hoor. Hoe weet ik dat nou? En ik ben nog veel te klein voor zoiets. Ja, maar ik niet. Je hebt vreemd dan met de vorige meester, door meester terug naar Holland. Zoiets mij niet zeggen, hoe kan je daarbij? Van Arie. Arie is een vullaak. Maar Timo Kraas dan is dan niet vies. Ach, denk er maar niet meer aan, joh. En Han, pas wat een jijtje daar. Stiet die wel stingen, ja? Nooit. Wat doe je dan? Praten over wat voor weer het is, hoe het in Assen was en hoe het mevrouw deed. Doe nog voor hoe dat doet als hij de keuken binnenkomt. Ach, Lammegien, we hebben vanavond nu het ergste diner. Dat is zo goed wijs op drie aardappeltjes bij te schalen. Wat hebben jullie hier plezier? Dat is zeker wel goed gewoon op de scholen vandaag. Ja, pa. Dan weet je dan ook al hoeveel centen of er in $100 gaat? Een hele bult, pa. Mooi, meer hoef je niet te weten, maar meer krijg je toch niet bij elkaar. Goed, ik heb een slaapkamer een goede beurt gegeven. Als je geen slaapkamer hebt, u mag geen goede beurt geven. Wacht, ik heb er nog maar. Vrouw, ik moet gelijk eten, maar ik moet dadelijk weer voort. Voort? Waar heen? Moet naar Dirk. Dirk model? Stil hier, haal Jannig hier binnen. Heeft Dirk de huur op zich? Dat zeg ik straks wel, als de kinder slaapt. Kijk eens moe. Nou, zie toch eens aan. Hoe kom je door aan? Hoe kom arme en zalozen? Toch niet van die niks nut van slager, Lammegien. Denk erom dat ik dat niet merk. Ik ben niet de volle jongen voor. Wel, nee, man. Mijn mevrouw mag geen was vreed van de dokter omdat ze vulster vet was. Hij heeft er op dieet zei. Appelsien en magere kezen. En de groen duurt werden. Ze zei, Lammegien, neem die worst maar met. Dan kom ik toch niet meer in de verleiding. Nou, als hij niet liegt, dan lust ik het wel. Waar ben Gert nog met Jannegien? Nou, eerst bidden dan maar. Hij is nog helemaal bij de boerderij van Dirk met de helm. En we waren nog 50 man, vader. En de veldwachter was er ook mee. Je hebt al niks gepraat, hoop ik. Stil, ik ben kinder bij. Hij was helemaal blauw en hij hing aan een dik koord. Zweeg, hé! Verdoud! Albert, wat verschrikkelijk. Wat moet er nog gebeuren? Wat moet er nog met ons hoes gebeuren? Mensen, weet ik dat. Schaam je niet dat je eerst aan jezelf denkt? Ga er direct naartoe. Ik... Stil die! Zwijgen en eten. Verdoud. Heide en bloem,
onder het moeras. Pluk ze niet meer, want het ligt allemaal zo heel mooi. Maar hij verzoekt onherroepelijk. Was. Ik kan niet eten. Dirk was oorlog. Je hebt altijd verdrietig. Geen mens weet waarom. Je veel zet. Wel 50 koen. En 2 driftige vassen. En een toen vol dahlia's. En bessen. En frambozen. En toch is Dirk altijd alleen. Geen park. En geen vrouw en hem over de kop te aaien. Ik kan ook in de toekomst kijken. Als er een droge zomer komt, dan werd Dirk het al in de winter. Als er een kalf geboren wordt, dan werd Dirk of het een goede melkgifte wordt. En van die twee, van Wolstra Scherging, dat die dood geboren was zo. Dat wist ook. Dat begreep ik niet. Hoe ooit voor 2 dode kinderen is kan brengen. Moes het stil is te jong. Het is heel moeilijk om te jang en toch geen geluid te maken. Dat is mooi. Misschien heeft hij geen verdriet meer. Oh, misschien heeft hij nou... Mag hij daar stil? Kleine wiesneuzer dat je bent. Je mag al eindelijk vragen, dat is een zonde. Alleen de Heer zal oordelen, Ger. Wie weet niet wat hij zijn laatste ogenblik dacht heeft. Misschien had hij wel spiet. Wat ons nou verkoop, dan kom je allemaal naar razen. Ach, je mevrouw zal ons ook zien aankomen. Mag ik eruit? Nou, vooruit dan maar. Maar bij ons blijven, hè. Moet je roepen kunnen. Dan moet je direct binnenkomen. Je zin, je benen en je kon, met je grote bloemtong, met je stoom, met de rood fluweel erop. En net toch altijd verdriet. Dat begreep ik niet van je. Wie die voor hem niet, omdat hij altijd zijn oorlog mens was. Dat kan ik niet van de Heere God begrijpen. Het moeras, Bartje. Het moeras. Wat zei je? Wel, nee, man. Hij bent dood. Hij dood bent, kun je niet praten. Van mooie rups. Moet niet vreden. Die rups is dood. En nou net te veel. Dat hij niet moet doen, God. Dat is niet mooi voor je. Nee. Het was nog wel zo'n mooie rups.